Fijn dat je luistert naar deze podcastserie Kies voor een hoopvol leven. In deze serie gaat het over hoop. Hoop maakt immers dat we plannen kunnen maken, iets voor anderen kunnen betekenen en tegenslagen kunnen incasseren. Hoopvol leven is onze roeping vervullen en het licht van het komende godsrijk nu al op deze wereld laten schijnen. Welkom in de podcastserie Kies voor een hoopvol leven. Mijn naam is Gerrit Houtman, ik ben relatie- en gezinstherapeut en verbonden aan het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in Genk in het Belgisch Limburg. Verliefdheid, daar zou ik het graag eens over willen hebben. Verliefd op een ander. Misschien heb je er zelf geen last mee, maar misschien kun je er een ander mee helpen. Jo en Els zijn vijf jaar gehuwd. Ze hebben inmiddels drie kinderen en wonen in een pasgebouwd huis. Beiden hebben een baan die voldoening geeft. Jo bij het hoger kader van een snelgroeiend bedrijf in de informatica en Els als verpleegster. Ook waarschijnlijk zijn er geen problemen. Els is wel ter wille van Jo zijn werk van de andere kant van het land verhuisd en hoewel ze haar familie en vriendinnen mist, heeft ze zich inmiddels goed gesetteld. Enkele maanden na de geboorte van de jongste ontdekt Els dat Jo geheime afspraakjes heeft met een zekere Marie, die een collega bij hem op het werk blijkt te zijn. Jo geeft toe dat hij al een half jaar verliefd is, maar dat hij Els en zijn gezin niet kwijt wil. Er tegelijk ook zijn verliefdheid op Marie niet kan uitwissen. In de maanden die erop volgen zijn er veel verwijten, ruzies en emotionele uitbarstingen. Niet het minst omdat de contacten tussen Jo en Marie toch, zei het onregelmatig, blijven doorgaan. En Jo niet tot beslissingen kan komen. Hij houdt van Els en zijn gezin. Maar Marie geeft hem vleugels. Zij begrijpt hem totaal. En hij voelt zich bij haar totaal aanvaard en openbloeien. Hij heeft enorme spijt dat hij haar niet vroeger heeft ontmoet. Tot zover dit praktijkvoorbeeld. Gehuwd zijn, je verantwoordelijk voelen voor je partner en je gezin en toch verliefd worden op een ander. Het gebeurt duizenden malen en breekt relaties. Of neemt op zijn minst het wederzijds vertrouwen weg dat onontbeerlijk is voor een gezonde liefdesrelatie. Verliefdheid. Sommigen kunnen het accepteren en begrijpen het van zichzelf. Ze praten er met hun partner of goede vriend over, zonder dat men stappen heeft ondernomen naar het verliefde object, hebben de gevoelens na verloop van tijd weg. Helaas nemen zeer velen wel de stappen en ontstaat er een wederzijdse aantrekkingskracht, met als gevolg dat men in een soort driehoeksverhouding terechtkomt, waarbij ieder zeer veel pijn ervaart. Verliefdheid. Is dat een virus dat je niet kunt ontlopen? We leven in een maatschappij waarin de meeste van ons met veel leden van het andere geslacht in aanraking komen. Meestal ervaren we dit als prettig. Man-vrouw contacten op het werk, in de winkel en allerlei andere functionele of persoonlijke relaties ervaren we ons aangenaam. We voelen ons bevestigd, gezien in onze seksuele identiteit en ze houden ons scherp. Erotiek is in een zin nooit uit de lucht. De manier waarop we met elkaar omgaan, een lichte flirt, een complimenteuze opmerking, een aanraking, maken ons sterk bewust dat de cultuur niet neutraal is. In dit klimaat is het echt heel gemakkelijk om de ander als meer dan aangenaam te ervaren, om gevoelens bij elkaar op te roepen die ons speciaal bij elkaar doen voelen. Zijn verliefdheden hier te vermijden? We zijn toch allemaal wel gevoelig voor schoonheid en een beetje seksuele spanning. Naast onze partner zijn er toch nog veel andere mooie mannen en vrouwen die onze aandacht kunnen opwekken. We kunnen ons nog moeilijk uit de wereld terugtrekken en ons afsluiten voor het zicht of contact met leden van de andere seksen. Verliefdheid is een sterke emotie. Als we verliefd worden, dan lijkt het alsof deze emotie een eigen leven gaat leiden. Automatisch gaat al onze aandacht naar die ene uit. Willen we deze ontmoeten. En er tijd mee doorbrengen. En als de liefde beantwoord wordt, geeft het ons een intens gevoel van bevestiging dat onze redelijkheid op de loop gaat. Onze verliefdheid wordt het enige dat telt. Of anderen het begrijpen of niet, of er anderen eventueel pijn mee doen, het drijft allemaal naar de achtergrond. Daarom is het zo moeilijk voor een verliefde om tegen zijn gevoel in te gaan en te breken met deze gevoelens. Je kunt de relatie misschien verbreken, de persoon uit de weg gaan, maar wat doe je met je gevoelens? Erger nog wordt het als deze verliefdheid een sterke compensatie is voor wat je momenteel mist, zoals acceptatie, begrip en bewondering. Ook al tracht je met een sterke wil om over je gevoelens heen te zetten, terug te gaan naar het saaie, koude en gewone leven roept sterke angsten op. Wat moet je doen als je verliefd wordt op een ander? Er zijn twee polen die je dient te vermijden. Aan de ene kant kan je je behoorlijk schuldig voelen om je verliefde gevoelens, zeker als je gelovig bent en je een hoge moraal hebt in zaken trouw en relaties. Schuld kan je echter ook belemmeren om er iets aan te doen, schuldgevoelens vragen energie, ze geven ons een slecht gevoel over onszelf. Vervolgens verdringen of ontkennen we onze gevoelens van verliefdheid, met als gevolg dat door deze gevoelens geheim te houden, we ze eerder versterken dan oplossen. Aan de andere kant kun je het gevoel hebben dat je overkomt, dat je er niets aan kunt doen en de gevoelens je leven besturen. In beide gevallen neem je te weinig verantwoording voor je eigen gevoelens. Om op een goede manier met deze gevoelens om te gaan, de volgende opmerkingen. Punt 1. Accepteer je gevoelens. Verdring je gevoelens niet, maar aanvaard ze. Het gevaar bestaat dat iedereen het ziet terwijl jij het zo hard verdringt. Verliefde gevoelens op zich zijn geen zonden, ze horen bij ons mens zijn. Je bent echter wel zelf eigenaar van je emoties, hoe weinig vat je er ook op lijkt te hebben. Het zijn bovendien gevoelens die meer over jou dan over de ander zeggen. Het zijn jouw behoeften en verlangens die je op een ander projecteert. En ook dat hoeft geen zonde te zijn, mits je maar heel duidelijk bewust wordt wat de onderliggende behoeften en verlangens zijn. Het is soms makkelijker om verliefd te worden dan aan je bestaande relatie te werken. Punt 2. Het probleem kan elders liggen. Als wij of onze partner verliefd worden op een ander, is het de eerste reactie om naar je relatie te kijken. Wat is er mis? Waar hebben we elkaar niet begrepen? Hebben we wel tijd voor elkaar gemaakt? Hoe was ons seksleven? Wat deden we met de drukke omstandigheden van werk en gezin? Hoe gingen we met de financiële problemen om? Enzovoort, enzovoort. Maar is de relatie wel het probleem? Jean Cray heeft het over de wet van de communicerende vaten. Zoals in communicerende vaten de daling van de vloeistof bij de een bij de ander tot gevolg zou hebben, kan het ook in ons leven zijn. Naast de partnerliefde hebben we ook voldoeninggevende levensstaken nodig. hobby's waar we talenten kwijt kunnen, vrijwillige inzet voor anderen, ontwikkeling van intellect en vaardigheden via cursussen, waardevolle vriendschappen en onze familiebanden of andere netwerken waarbinnen we ons geaccepteerd voelen. Al deze verschillende bronnen hangen samen. Is het probleem wel de liefde? Of compenseer ik het geestdodende werk dat me slecht gevoel geeft? Of heb ik mijn vriendschappen verwaarloosd? Ben ik de bevestiging die ik daarin krijg misgelopen? Of heb ik me niet ontwikkeld? Voel ik me momenteel een loser? En gebruik verliefdheid om mijn zelfvertrouwen wat op te krikken? Verliefdheid is een kans om eens kritisch naar jezelf te kijken. 3. Deel je gevoelens. Als je je niet schuldig over je gevoelens hoeft te voelen en deze met veel factoren te maken kunnen hebben, is het interessant om ze te delen. Allereerst met je partner, als dit mogelijk is, maar zeker met een goede vriend of vriendin. Het kan je helpen om meer grip te krijgen op het labyrinth van tegenstrijdige en overrompelende gevoelens binnenin je. Gevoelens die uitgesproken worden, verliezen een stuk van hun kracht en kunnen begrepen en misschien gerelativeerd worden. Punt 4. Ken je waarden. Ieder mens heeft een aantal centrale waarden die zijn leven zin en richting geven. Waarden waaraan we onze beslissingen toetsen en waartegen we onze beslissingen in het licht houden. Deze waarden worden echter gemakkelijk verwaarloosd. Het zijn idealen waarvan we dromen en hopen dat anderen ons naar zullen behandelen. Maar vaak zijn we bang om er zelf in te geloven. Deze waarden bewust beleven en vasthouden betekent ook dat je de minste afwijking signaleert en merkt dat je niet zo perfect houdt aan waar je zelf voor staat. Zo wordt ze dus een kompas waaraan we onze levenskoers kunnen bijstellen. Gevaar is dat we pas bij crisismomenten zoals een verliefdheid of een verder gaan nadenken over onze waarden. Veel eerst is het belangrijk om ons dagelijks af te vragen hoe het staat met onze waarden en hoe we er naar leven. Waarden als respect, eerlijkheid en evenwaardigheid, of welke waarden er ook bij u centraal staan, we dienen ze elke dag voor ogen te houden. Omdat leven naar onze diepste waarden ons ook de diepste voldoening geeft. Trouw. Veel wetenschappers en hulpverleners benadrukken vandaag dat levenslange trouw voor de meeste mensen niet is weggelegd. Vooral niet voor mannen die van nature jagers zijn. Hoe komt het dan dat de meeste mensen toch verlangen dat hun partner hen trouw is? Hoe komt het dat ontrouw dan zo diep ingrijpt, niet alleen in de relatie, maar ook in de beleving van onszelf? Wie ben ik nu dat de ander mij bedrogen heeft? We verlangen allemaal dat wij voor één persoon altijd nummer één zullen blijven. Ofschoon ik denk dat trouw van nature een diep menselijke behoefte is, geloof ik ook dat trouw geleerd kan en moet worden. Het lijkt wat kunstmatig, maar er zijn zoveel zaken die we hebben moeten leren. Respect voor het bezit van de ander, beleefdheid, zelfzorg, hygiëne. Onze jeugd is een leerprogramma in gedrag en principes. Trouw leer je door aan je afspraken te houden. Trouw is allereerst iets dat je naar jezelf bent, je integriteit is erop gebouwd. Trouw aan je waarden, je idealen, je visie op het leven. Deze trouw zou je niet garanderen dat je nooit verliefde gevoelens voor een ander zult hebben, maar het zou je wel helpen om je relatie te beschermen. Ken je missie Trouw en andere waarden worden gedragen door onze levensroeping. Onze missie, ofwel de reden waarom we bestaan. In Genesis 2 lezen we dat Adam werd geroepen voor een missie om de schepping te beheren en in cultuur te brengen. Pas daarna voegt God eraan toe dat het niet goed is om dat zonder partner te doen, en krijgen beide mensen het mandaat over de schepping. In dit verhaal zit een wijze les. De partner is nooit het doel van ons bestaan, maar een goede kwaliteit van de relatie met onze partner is wel onontbeerlijk in het goed vervullen van onze levensmissie. Onze liefdesrelatie moet onze missie voeden om van diepe betekenis voor het geluk van anderen te zijn. Trouw is dan geen zware opgave, maar een hecht fundament. Hoe zit het nu met verliefdheid en geloof? De Bijbel is een realistisch boek. Het ontkent nergens de kracht van verliefde en erotische gevoelens. Nergens wordt ontkend dat we ook als gehuwde mensen nog gevoelens en aantrekking kunnen ervaren voor en van andere personen. De vraag is hoe we ermee omgaan. Job zegt dat hij een afspraak met zijn ogen heeft gemaakt, niet naar de meisjes kijken. Spreuken heeft het over het vermijden van situaties die je in verleiding kunnen brengen door aan de gevolgen te denken. En op andere plaatsen worden de mensen aangemaand om meer van hun eigen partner te genieten. Spreuken 5 en prediker 9. Jezus zelf spreekt van zuivere gedachten en geen begeerders in je hart te koesteren. De Bijbel heeft een hoog beeld van de mens, niet een zwak wezen dat door allerlei stormen van binnen en buiten wordt meegesleurd, maar iemand die heer en meester over zijn eigen emoties kan zijn. Paulus noemt dat als koningen heersen. Wellicht een groeiproces voor velen, maar doel voor ieder mens die aan zijn bestemming wil beantwoorden. Ten slotte, wat doe je als je partner verliefd wordt? Wanneer je partner opbiecht dat hij of zij verliefde gevoelens voor een ander heeft en daar zelfs een relatie mee heeft of gehad heeft, stort je wereld in. Liefde is immers totale overgave en vertrouwen. Het diepste van jezelf heb je in handen van deze persoon gelegd. Wanneer je merkt dat je niet meer nummer één bent, zakt heel je wereld als een kaartenhuis in elkaar. Wie ben ik nog voor deze ander? Wat heb ik gedaan dat hij zij mij zo behandelt toch hoeft zo'n crisis niet het einde van de relatie te zijn zowel jij als je partner kunnen je dingen uitleren besef allereerst dat de verliefdheid van de ander zijn of haar zaak is en niet de jouwe jij bent verantwoordelijk voor je eigen emoties zijn of haar verliefdheid zegt iets over het proces waar de ander doorheen gaat welke frustraties verborgen verlangens hij ook met deze verliefdheid compenseert Jij bent daar niet verantwoordelijk voor. Natuurlijk kan het zijn dat jullie samen de relatie te weinig verzorgd hebben en dat je samen ruimte hebt gegeven zodat invloeden van buiten jullie relatie konden binnendringen. Maar ieder mens blijft zelf verantwoordelijk voor zijn emoties. Doe daarom iets met je eigen gevoelens. Schrijf ze op, beleef je pijn, uit ze bij een vertrouwenspersoon of hulpverlener. Je gevoelens mogen er zijn. Bedenk vervolgens hoe je je geschokt zelfvertrouwen kunt herstellen. Het vertrouwen in de ander, dat komt later. Laat je leven niet stilzetten, maar blijf je voeden met allerlei dingen die je leven voldoening en zin geven. Bespreek vervolgens met elkaar hoe jullie je relatie kunnen versterken en je op een nieuwe manier met elkaar kunt verbinden. De tijd van de onschuld is voorbij. Kan deze crisis jullie helpen om de waarde van je relatie op een andere manier te zien? Ten slotte, besef dat het herstel van vertrouwen tijd kost. Forceer je jezelf en je partner niet. Je geluk en je persoonlijke groei zijn niet afhankelijk van de uitkomst of het herstel van de vroegere zekerheid, maar hoe je samen en alleen de weg van herstel gaat zonder dat je precies weet waar je uitkomt. Juist het opgeven van een vastomlijnd beeld van veiligheid en zekerheid kan je helpen om je nog meer met jezelf verbonden te voelen en je opnieuw durft overgeven aan je partner. Liefde die gevoed wordt door een dynamische interactie... die gedragen wordt door de liefde van God die er de bron van is. De zekerheid die jij en je partner elkaar niet kunnen geven... is het geliefd worden door de schepper die alles tot voldoening brengt. Je hebt geluisterd naar een aflevering Kies voor een hoopvol leven. Presentator Gerrit Houtman. Meer informatie? Ga dan naar onze website www.betesda.be Wilt u hulp ontvangen of heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp stuur dan een e-mail naar info@betesda.be